Oh, loop maar straks. Oh, ja, ik zie hem. Ik zie hem. En nu? Hij kijkt om zich heen. Hij heeft een sniper. Mira, ze komen aan deze kant niet door. Waar? Ja, aan deze kant, loop weg. Ik kom aan. Wij zijn nog steeds... Shhh, beetje zachter. Sorry. Wij zijn nog steeds in het huis. En wij hebben hier zicht op twee mensen in een toren. En af en toe mensen... drie. Want er komt... Oh, het zijn er twee. Ja, daar staan er twee. Maar er staan er ook nog twee... Op straat. Dan, ja, op straat. Op straat aan het belen met een gitaar. Nee. Die zijn met wapens. En... dan moet ik... Jouw plan was... Ja, hier, we hadden twee opties. De huisjes. Ja. Vertel, wat waren de opties? Nou ja, jij zei we kunnen gaan looten of we kunnen ze doodschieten. Mm-hmm. Maar ik denk dat we eerst even moeten gaan looten. Misschien dat we bepaalde wapens of mensen kunnen uitschakelen. Zodat we daar straks niet mee hoeven te dealen. We zien nu dus al 4 mensen. Maar voor mij heb ik ook al een 50 gezien. Oh, serieus? Dus, ja, dus okay. Ik denk dat we hier maar even weggaan. Ik denk dat we even de boel een beetje beter kunnen gaan verkennen eerst. Is dat een plan? Ja, is goed. Ik doe die deur wel dicht, hoor. Ja, doe maar. Oké. Hier, deur dicht. Okay, ik zie geen patrouille op straat nu, dus we kunnen nu rennen. Hop. Kom eraan. Ik vertrouw op jou, hè. Ik vertrouw echt blindelings op jou, James David ja, Bond. Ja, ik doe even mijn wapens weg zo. Oké, let's go. Waar zit die patrouille? Ga van boom naar boom, hè? Ja. Patrouille zit op de weg. Ja, oh, ik zie hem. Oh ja, daar zie ik ze. Ik zie ze. Oké. Ja. Even wachten tot we... Oké, dat kunnen we wel doen. Zo, hop. Zo hier naartoe. Daar zie ik ze niet meer. Ja, daar zie ik er nog één, Milan. Waar? Ja, daarboven. Oh, daar, ja, ik zie hem. We kunnen hem uitschakelen, maar... We kunnen er nee. ook... Voor mij heeft hij echt geen zicht als wij hier zo langs lopen, zo. Zie? Nee, hier ziet hij ons niet. Hij kan ons alleen heel misschien horen. Even kijken. Stil dan, Milan. Nee, hij ziet ons niet. Hij kan ons echt never nooit zien. Oké, die patrouille is nou niet daar, dus dat scheelt. Oké, go. Nee, zijn ze er niet meer? Nee, ik zie ze niet. Zie jij ze? Nee. Oh, hier gaat dat kanon zitten. Er zit een kanon? Wow. Joep, hebben ze. Maar dat kanon staat die kant op gericht. Ja, één iemand loopt nog op de weg. Wat? Kijk hoeveel prikkeldraad daar zit, joh. Holy shit, ik wou dat ik hier kon kruipen. Dan kon ik hier onderdoor. Maar dan, wil je weg? Nou ja, ik weet niet. Misschien is hier nog veel meer loot. Want dit is denk ik hun basis dan, hier binnen. Nee, maar even serieus. Wij hebben zelf 3 of 4 van die prikkeldraad dingen gehad, toch? Om ons tegen te houden. Onze kant. Maar hier zie ik er 10. Ja, holy shit. Kijk daarboven. Daar zit ook zo'n schuttersding. En daarboven ook, op dat witte gebouw. Oh ja, gek. Had ik nog helemaal niet gezien. Volgens mij zijn zij ook bang voor iets. Ik weet niet. Ja, of ze zijn gewoon hun eigen stad aan het verdedigen, omdat hier binnen allemaal inwoners zitten. Oké, ik zie die gasten nog niet. Zie jij ze? Oh, daar zitten ze. Maar wat wil je nou doen? Wil je nou naar die huisjes daar tegenover? En daar willen we die nee, loot pakken? Nee, met die extra man zie je daar in de verte die toren op die berg. Ja. Ik denk dat daar ook eentje zit. Ik zie hem vanaf hier niet. Ik ook niet. Ik zie trouwens wel die gast daar door het weiland lopen. Ja, oh, kom, we kunnen hier in het water, joh. Hier, hop. Links zit niemand? Nee. Sneaky. Oh my god. Ik zie nog... Yep. Dit ziet er zo cool uit. Eigenlijk niet cool, want we kunnen zo dood zijn, maar dit ziet er zo cool uit. En dit is het meest gevaarlijke moment dat we hier overheen moeten. Even wachten tot die gast... Kun jij zien welke kant ze op kijkt? De andere kant op. Ja, we kunnen nu. Oké. Oh, ze zijn naar binnen gegaan. Waarom? Ja, daar zit er boven eentje. Ja, hij is boven daar, op de eerste verdieping, in het andere huis. Nee, in die toren. Oh, huh? Oh, daar! Ja. Oké, maar hij zit nou die andere kant te bekijken. Dat is aan de ene kant mooi. Kom. Hij heeft een sniper. Ja, precies. Dus die vent die kan waarschijnlijk de hele straat bekijken. Dus het is mooi dat jij amper op die straat bent geweest. We kunnen hem... Wow. We kunnen kiezen om hem uit te schakelen. Dit ding maakt geen geluid, deze. Als wij zometeen in die huisjes proberen te komen, dan is het wel handig als we die uitschakelen, want anders kunnen we nergens meer heen.
We zitten nu basically ingesloten namelijk. Ik zou alleen wel willen dat jij het doet. Want jij hebt al eerder iemand vermoord. Ja, ik heb nog niemand vermoord en dat wil ik graag zo houden als het even mag. Oh, je wil zeggen dat ik nu ervaring heb en dat ik nou de moordenaar mag zijn. Dus als er ooit dan wat gebeurt, dat jij kan zeggen van... Hey Milan, ja, maar hij heeft het gedaan. Nee, hij heeft toch twee mensen vermoord. Jij bent er gewoon beter in. Mag ik deze aan jou geven dat jij het doet? Dat jij omhoog gaat? Ja, is goed. Dat maakt geen geluid, hè? Je hebt die silencer erop. 100%. Nou, je mag die trouwens ook wel bij jou, hoor. Je hebt hier nog wat extra ammo, mocht het nodig zijn. Oh, dit is een geweer, een M9. Nee, het is een pistool. Alleen, ja, het lijkt te groot, ja. Met een silencer erop. Jezus, zie jij er stoer uit met dat ding. Hoe zie ik eruit met deze? Ja, fucking awesome. Oké, ik blijf hier wel even wachten. Oké, ik moet naar boven. Ergens... Ja, je kan hier is een opening. Voor de zekerheid ga ik in dat water zitten. En ga ik gewoon dat hele torentje onder schot houden. Dan, mocht het fout gaan, dan geef ik hem een spervuur en dan heb ik jou daar. Oké, ik klim langzaam omhoog. Ik heb nu vol dat ding in mijn vizier. Pas op dat die andere gast met die sniper je niet ziet, hè, trouwens. Misschien kun je beter links bij die bomen omheen. Nee, ik probeer hier langs te gaan. Voor mij lukt dat wel. Je goed kijken, hè, of je me misschien hoort. Hij kijkt gewoon nog steeds de straat op, want dat is schijnbaar zijn taak ook. Kijk ook af en toe naar rechts. Kun je ook rechts kijken of die mensen die van die patrouille weer terugkomen misschien? Ja, nee, die zijn er niet. Oké, die zijn lekker aan het koffie drinken, hoop ik. Oké, hij blijft kijken. Voor mij heeft hij een hele lange dag gehad. Ik zie hem. Oké, loop helemaal naar achteren. Ga van zo dichtbij mogelijk en dan gewoon zo snel mogelijk schieten. Ik hou hem nog vol onder schot hoor, het komt goed. Oké, ik kan hem nu raken. Weet je zeker? Als je hem schiet dat hij niet daar achteren gaat of zo, want je moet hem echt in één keer dood kunnen krijgen. Een paar kogels gewoon. Ik moet hem schieten. Hij is nu de zijkant. Het is aan jou. Oké, ik ga er iets achter. Oké. In zijn hoofd, hoe vaak moet ik hem hitten? Een paar keer? Ik weet het niet. Ik denk dat hij naar beneden schiet valt. Schiet een heel magazijn gewoon op hem af. Oké, maar ik denk dat hij naar beneden valt als ik hem hit nu. Dan moet je erop klimmen, dat je naar beneden kan schieten. Oh ja, dat is een goeie. Ik ga van boven. Hij ziet me niet. Hij hoort me ook niet eens. En nu kan ik hem raken. Oké, komt hij? Doe het. Ja. Oh, kut. Is hij dood? Hij is naar beneden. Ik kan hem raken. Moet ik hem raken? Nee. Laat maar. Oh, voor mij heb ik hem. Ja, ik heb hem. Ik weet het wel zeker. Oké. Voor mij ook. Niemand heeft gehoord? Terug. Oh my god, hij viel daar naar beneden. Nee, voor mij was hij bewusteloos of zo. Hij viel vet ver. Waar liggen die spullen? Hier. Hij heeft zoveel bij zich. Oké, ik kom naar je toe. Moet je kijken. Ik heb niet eens ruimte voor al die spullen, joh. Oh my god. Niemand heeft het gehoord? Volgens mij niet. Nee, die silencer zit er natuurlijk op. Ik heb een idee. Ik doe die helm op. Dan lijk ik een van hun. Nou, zouden ze daarin trappen? Hier mag je trouwens dat ding weer. Weet ik niet, maar je... Oh, je... Maar, je schoot je mis of zo dan? Nee, ik schoot raak. Alleen, hij van schrik. Toen viel hij eraf of zo. Ik weet het niet. Want ik zag hem helemaal verward zo op die berg staan. Zo, wat is dit? Ja. Ik had hem vol in beeld, maar... Ik raakte hem, maar ik had wat meer schoten nodig dan vier. En toen viel hij naar beneden. En toen zat hij zo om zich heen te kijken van, hè, wat gebeurt er? Alsof hij bewusteloos was, alsof ineens alles blauw voor hem werd. En toen schoot ik hem nog twee keer en toen was hij dood. Was er geen kist daarboven of zo? Oh shit, dat heb ik niet gezien. Maar ik heb eigenlijk weinig zin om nog weer terug te gaan. Volgens mij niet. Dan gaan we naar de huisjes. Even kijken of we die mensen kunnen zien. Zag eens lopen. Oh ja, ik zie ze, ja. Ik zie ze al. Ja? Ik zie ze. Ze zijn met z'n tweeën, denk ik, het koffieleuten. Of happen naar Pijenburg. Iets. Oké, dat betekent waarschijnlijk dat we dit huisje niet kunnen gaan looten. We zijn er heel dichtbij. Als we nu één move doen richting de straat weer, dan zijn we de lul, hè, David? Nee, alleen hier zit dus nog een huisje tussen. Maar we moeten naar de overkant. Zullen we het op een rennen zetten? Die sniper is uitgeschakeld. Ja, laten we dat doen. We gaan naar de overkant, rechterhuisje, ja? Ja, en 3, 2, 1, go! Go. Oké. En oppassen voor die vent daar. Oh. Dat was ik helemaal vergeten. Ik ook. Vol in het open beeld. Hij zou ons niet, anders zou je het wel horen. Dan had je waarschijnlijk schoten gehoord. Oké, let's go. We gaan hier weer naar binnen. Mm-hmm. En dan gaan we even hier kijken wat we nou precies willen gaan doen.
We kunnen ze één voor één proberen uit te schakelen. Wacht. Ja, één voor één. Wacht even. Hou jij die vent op onder schot die daar staat? Bij dat zwarte ding. Wacht even, waar? Want... Ja, daar toch? Ja, ik zie hem. Want zat daar niet een sniper rechts? Ja, er waren twee man en nu is er één. Ik ga even kijken. Ik loop even terug naar bij die koffiepauzebreek daar. En ik ga kijken of ik ze daar zie. Hou die vent onder schot, wat je ook doet, ja? Ja. Als er wat gebeurt, vertel het me. Ja, sorry. Oké, ik ben er zo weer. Oké. Doe voorzichtig, okay, Tot nu toe zie ik... Ik hoorde... Oh mijn god! Er zit hier iemand binnen! Wat is er? Rennen, David, rennen! Shit, ook deur open. Er was hier iemand. Ja, er was hier iemand. Ik moet er vandoor. Ik moet er vandoor. Ja, rennen, snel, kom op. In het water. Ik schoot en iedereen heeft gehoord, ik weet het zeker. Ze hebben me gehoord, het kan niet anders. Ik ben een dikke kanon van je te schieten. Ja man, ik schrok me dood, ik hoorde ineens een deur. Oh my god! Je hebt het daarboven? Waar? Vanaf daar. Oh ja, daar, ik zie hem. Oh my god, we moeten rennen, we moeten terug. Blijf knallen. God, jongen, ik heb nog een heel magazijn doorheen gejaagd. Ik ga niet meer kogels wasten. Nou, nog een paar dan. Raak je hem of niet? Ja, die ene neemt dekking inderdaad, ja. Het wordt ook donker, dus ze gaan ons toch niet vinden zo. Heb je iemand vermoord? Ja, man. Praat even met me, what the fuck? Ja, gast, ik schrok me dood. Ik hoor een deur, dat was jij. Jij ging weg. Ik hou die kerel onder schot. Ik hoor ineens een andere deur aan de rechterkant. Ik denk, wat de hel? Ik draai me om. Staat er ineens zo'n dude. Van schrik, ik begin te schieten als een gek. Je zei David, maar ik was weg hoor. Ja, ik denk, ik kom weer binnen. Ik denk, hallo. Dat was die gozer die er stond, met die sniper. Weet ik niet. Dat zag ik echt niet, gast. Ik zag dat echt niet. Heb je zijn spullen opgepakt? Ja, zoveel mogelijk. En toen ben ik weggerend. En toen kwam ik ineens jou tegen en, oh my god. Worden we niet gevolgd? Nee, dan hadden we het wel geweten. Nee, ik zie niemand. Het is wel even op die brug kijken zometeen, maar goed, dat zal wel meevallen, denk ik. Oh my god, en wat als we nou straks terugkomen en hun staan daar ineens de volgende dag? Bij ons huis, ja, dan moeten we dus gaan verdedigen. Moeten dikke muren gaan maken en moeten zelf ook schuttersputjes gaan maken. Schijnbaar is het hier gewoon oog om oog, tand om tand. Ik weet niet waarom. God. Nee, er komt helemaal niks aan, zie je het? Nee, ik zie het, ja. Ik heb 31 kogels afgevuurd om hem te vermoorden. 31? Ja, ik schrok zo erg, ik miste de helft. Ik heb anderhalf magazijn AK-47 erheen gejaagd op die gozer net daarboven. Oh, jezus. Maar jij werd net geraakt, toch? Ja. En zodra ik iets hoorde, dus begon ik gelijk te vuren ook op die gasten. Hoeveel damage had je? Ik heb geen idee, want het is er alweer allemaal bij. Maar liep die andere kerel ook op jou te knallen? Want was jij daartussen, bij die farm? Nee, die farm? Wij werden beschoten door die vent daarboven in dat schuttersputje. Waarvan we zeiden van, ja, hij kan ons hier toch nooit zien. Dus die zag ons wel? Voor mij had hij net zo'n wapen als jou of zo. Want die kogels gingen fucking snel. Damn. Denk ik. Nou ja, laten we teruggaan. We zijn wel met meer. Alhoewel, we hebben nu twee uitgeschakeld en we zagen er in totaal 5. Dus dat betekent dat er nog 3 zijn. Dan zijn ze nog in de meerderheid. Ja, 3. Voor mij zijn ze nog met 4. Maar dit is 1 basisje. Wie weet dat dit een hele dorp is, hè? En wie weet... Wat ik me afvraag, zou het nou een vriend geweest zijn of een vijand van hun? Die wij hier vermoord hebben. Die rare vent bij dat witte huis. Oh ja, maar het kan ook zijn dat die dude is verstoten door die groep, weet je. Zo van, ja, zoek het maar uit. Of dat hij inderdaad een soort scout was. Of we hebben nu 2 vijanden gemaakt. Dat kan ook. Of het is een scout. Ik denk wel dat we dit huisje... Trouwens, zijn deze dingen helemaal vergeten. Handgranaten. Ja, daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. nee, maar ik denk dat we wel even binnenkort moeten gaan verkassen. Dus dat we dit huisje gewoon gaan verlaten. En dat we zo'n mooi gebouw als dat zoeken of zo. En die helemaal gaan barricaderen. Dat is goed, met allemaal van die schutterspots erboven. Ja, want dit is echt niks, dit hier. Maar ik wil wel eentje vlak bij de brug dan hebben. Want dan kunnen we hun constant in de gaten houden. Of als ze over die brug heen komen. Weet je, dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Ik leg in ieder geval jouw AK-47 leg ik terug. Moet je kijken, hè, wat ik van hun ook heb gejat. Kijk, ja, oh, kleren. Zullen we een extra kist gaan maken?
Oh want, my god. Volgens mij... Ik heb geen hout meer. En helemaal ook, niks. Kijk al die wapens die ik heb. Een M40A3. Wat de hel is dat? Kijk deze. Kijk dit wapen. Holy shit. Nog een sniper. Ja, oh, deze werkt... Deze werkt wel. Ja? Ja, nou, ik zie... Je kan nou in ieder geval kijken. Ja, een klein beetje. Ik zie mijn eigen wapen, zeg maar, er doorheen. Het is heel gek. Ik kan een klein beetje kijken. Holy shit, dit is al een vet wapen, man. Ik pak even wat hout, hoor. Zodat we nog een kist kunnen maken. Dan kunnen we even de spulletjes verdelen. Ja, is goed. Ik gooi al die wapens even in de kist. M42. Maar nou Barrett. Heb je drie mensen vermoord, Milan. Ja, dat kan ik op mijn lijstje. Misschien moet ik even een sign maken met zo'n hitlist zo. En dan heb ik er twee vermoord. En dan de namen van de persoon. Dat voel ik me echt wel cool. Hoor hem hoor. Maar je weet niet eens hoe ze heten, man. Nee, ik noem gewoon Harry 1 en Harry 2. Harry is dood. Maar ik heb hier ook nog een andere soort iets. Barrett Explosive Ammo. Weet jij wat dat is? Nou, die kun je vast op de Barrett doen. Alleen die werkt niet. Dus waarschijnlijk moet je even je texture pack checken daarop. Oké, dat zal ik doen voor de volgende keer. Want bij hun werkt die wel duidelijk. Kan ik je wel melden. Ik heb Desert Eagle ammo, maar we hebben geen Desert Eagle. Dus dat is wel een... Wacht, misschien heb ik een Desert Eagle. Ik zet even twee kisten neer. Zo, ga ze aan de kant. Oh, sorry. Zo. Ik ben met de wapens bezig. Oké, dan doen we hier doe ik alle ammo in. Oké, dit doe ik wel gewoon aan. Ik denk dat dat beter AK-47, is. Ik heb hier nog Barrett en... M4. Oh nee, M9. Oké, ik pak even alle ammo hieruit. Oh my god, dit was wel een avontuur, man. Ja, kun je wel zeggen. Wat ik doe, ik hou gewoon één... Hebben we nog meer ammo voor de M16? Ja. Waar? In die kist. M16A4. Niet de M16. M16A4. Hoe ziet hij eruit? Oh, daar. Ik heb 3 stuks. Oh. Mooi. En de M9 neem ik ook nog even wat van mee. Kijk al die ammo die we hebben, man. We hebben vet veel. Als we nu gereed worden, oftewel dat er iemand komt en die pakt al die spullen. Damn, dan hebben we veel verloren. Maar ga je die M40A3 nou houden of niet? Want tot die snipers hebben we nou niet zoveel aan, toch? Nee, die ga ik niet houden. Ik heb hier nou alleen die RPG die ik hou en die M249, die mitrailleur. Die hou ik ook. Heb je nog een silencer? Ja, die ga ik op mijn M16 zetten. Want ik vind het wapen wel heel fijn. Alleen, ja, ik kon er niet zoveel mee. Oh, dan moet je bij deze doen, hè? Zo. Oké, hier kan dit erin. Oh, waarom hebben we die hielpot niet meegenomen? Oh ja, dat was ook wel slim geweest. Oké, hoe ziet dit eruit? Wow, fucking cool. Badass, David. Laat eens zien. Doen, 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 doen. Ja, special forces. Fucking cool. Hey, okay. ik denk dat we de volgende aflevering maar iets anders moeten gaan doen. Dus we moeten verkassen. Oh. Ja. Ga je nou schieten? Nee, gewoon wat wapens bij doen. Ik denk dat wij dan even een huisje moeten gaan zoeken vlakbij die brug. En dan daar een beetje een post gaan maken waar we kunnen snipen richting de brug. Oké. Is dat een idee? Een bouwaflevering. Ik vind het goed. Zorgen dat die gasten... Misschien dat wij onze eigen prikkeldraad maar even moeten gaan aanleggen daar. Ik hoop dat het een bouwaflevering wordt. En dat we niet ineens tijdens het bouwen ineens komen kijken van... Hey, heb je nog koffie? En dan al zo overhoop knallen. Nou, ik heb dan niet zoveel problemen, want ze moeten jou hebben waarschijnlijk. Ah, dit is gemeen. Nee, je gaat me wel helpen, David. Tuurlijk. Oké, gelukkig. Ik sta klaar met mijn M16A4. Oké, is goed. Dan ik met mijn RPG. Ik weet niet eens hoe die klinkt. Even klinken. Wow. Holy shit. Ik wil die RPG ook nog afvuren, okay, maar dat ga ik de volgende aflevering doen. Ja, oké. Dan ga jij de volgende aflevering mag jij hem op het interiool afvuren. Zo. Nee, niet het interiool. Dan gaan we gewoon dit allemaal verhuizen en dan blazen we dit oude huisje op. Is goed. Doen we de volgende keer. Mensen van de Comic Club, bedankt voor het kijken. En doe eventjes die like en check ook de andere afleveringen. Wil jij nog iets verder zeggen, Milan? Ja, of abonneren. Dat ik ding even uit je face moet halen waarschijnlijk. Zo. Nee, dat was het. Alleen abonneren. Op de Comic Club natuurlijk. Dus ik zie jullie graag de volgende keer.
Ik heb nog één kogel. En daarmee is het afgelopen. 1, 2...